Beste kijkers, ik ben hier op het ecoterrein, op de Groeneweg. En nou, Groeneweg is ook, het is hier prachtig groen, maar er staat hier ook een enorme bunker. En in de ingang van de bunker staat Malvina. Hi Malvina. Hallo. Jullie gaan ook wat doen tijdens de kunsttiendaagse. Ja, dat klopt. 20, okay. 21 en 22 oktober zijn we open. Laten we even naar binnen lopen, kunnen we gelijk even een kijkje nemen. We zijn nog aan het opbouwen. Ja. Dus, ja, dat is logisch. Want het begint vrijdag pas. Dus, het begint vrijdagavond. Ja. Oké. Okay. Hier in de bunker. Even kijken, misschien wat leuk. Wat is dit? Oh, kijk nou eens zeg. Dit is installatie van Hans. Oké. Okay. Hans Doosman. Dat doet Hans goed. En hier binnen is zelf geïnstalleerd. Hey, maar dit is dus een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Klopt. Op het terrein van het ecoterrein. Het ecoterrein is een oud militair vliegveld. Ja. En 10 jaar geleden is een groep mensen hier naartoe gekomen. En die wilden graag wat meer groen erin. Ja. En op een nieuwe, innovatieve manier gaan wonen. Oké. Okay. Nou, dat is te zien, want het is best een wandeling vanaf de poort hier naartoe. Voor de meeste mensen is dat niks, maar voor mij doen is dat best een pittig trippeltje. Maar ik maak even een impressie van wat we allemaal zo kunnen aanschouwen. Kijk eens, een dame. Vast. Oh, dit is Adi Hollander. Kunstenaar is. Ja, we hebben heel veel geluk met haar werk. Okay. Haar werk zijn haptic studies. Ik vind dit trouwens bijna eigenlijk wel een kunstwerk. Ja, dit is gemaakt door Hans. Het is een, ik noem het de draak. Het is een enorme, grote, mooie bloeikachel. En het zorgt ervoor dat je aangenaam lekker warm in de bunker kan. Ook, ja, die verwarmt de bunker. Oké. Okay. Dus, even een sfeerimpressie. We hoeven ook niet bij ieder kunstwerk stil te staan. Maar mensen moeten natuurlijk zelf naar deze kant op komen. Ja. Maar wat je al zei, jullie zijn nog bezig met de inrichting ervan. Dus dat, dat vergt nog even een paar dagen. Want we zijn vandaag, het is het woensdag. En het is een op zich, de wandeling hier naartoe is al de moeite waard, vind ik eigenlijk. Ja. Dus best wel bijzonder. Hebben we daar ook nog een ruimte? Ja, hier hebben we nog een ruimte. Dit noem ik de Piratenbar. Oh, kijk. Hier links. Daar voel ik me onmiddellijk toe aangetrokken eigenlijk. Hier links is Steven Hoes ruimte aan het installeren. Hij maakt objecten die geluid maken en werkt met planten, muziek en objecten. Okay. En hij is dus nu ook aan het installeren. Hier komt een prachtige dansvloer met DJ in bad. Dit is een DJ in bad? Een DJ in bad. Oké. Okay. Ja, die komt heerlijke dansbare plaatjes draaien, voornamelijk pareltjes. Okay. In alle muziekgenres, van jazz naar funk, en ga ze maar door. Okay. Dit is een werk van Amanda. Dus een vulva met haaitandjes, begrijp ik. Ja, dat is een serieuze tafel. Kijk, en nu komen we bij de bar. Nou, ja, now we talking, zeg maar. Dit is de bar, die is ook nog in de maak. Dit wordt een bar en een plek waar je kunst kan gaan kopen. Nou, het ziet er wel heel charmant uit. Ja, we hebben 9 prachtige wijnen op de kaart. Van onze beste vriend uit de Bergen, de Gouden Ton. Dus daar zijn we, met die selectie zijn we ook al een tijdje bezig. Dus dat wordt niet verkeerd. Lekker genieten, terwijl je hier rondwandelt en kan dansen. En dan heb je ook nog alle ateliers die open gaan in ons dorp. Ja, dat zijn er nog veel meer natuurlijk. Ja. Daar gaan we vandaag niet naartoe. Nee. Dus ik roep de kijkers op van de Flessenpost. Kom, welke dagen zijn jullie open? 20, 21 en 22. Dus en 20 beginnen we vanaf 5 uur 's avonds. Oké, 's middags. Ja, nou, in ieder geval hartstikke leuk. Fijn dat ik hier eventjes mocht zijn. En ik roep de kijkers op van naar al het gebruikelijke gebeuren in het dorp en in Bergenzee. Zeker de moeite waard om even af te reizen naar de Groeneweg, naar het Ecodorp. Ja, van harte welkom. Anders dan anders. Oké, dankjewel.